Marit. Hallo. Waar heb je zegt hoor? Wij zijn op zoek naar de koekiedeegbar in Gent. Omdat we die willen proeven, of course. Kopen natuurlijk. En we zitten in onze eigen stad en we weten het niet zijn. Waar is het Jacob? Someone help. I know. Dus here we are. We gaan ook nog iets drinken en window shoppen. Ja, want we are broke as fuck. 220 staat op de bank. Bij mij is het 117. Long time, no see. We vinden het nog niet steeds niet en ze zijn aan het zoeken naar wifi. Yes. Well, I have not hidden at hotspots, so that's not gonna be. Ik ga tellen. We hebben dus die koekiedeeg gegeten, Joan en Sexton. Well, en we hadden er eigenlijk meer van verwacht, want we dachten dat het zo een ijsje was. I thought it was ice cream, but I'm really Ik vond het eerlijk gezegd niet zo lekker. Ja, en allee, het was 4,30 euro. 4,5 euro. 4,5 euro voor een mietje met topping. Het was echt gewoon pure deeg dat aan het eten werd. Dus we hadden misschien wel wat meer verwacht. Het zou wel leuk zijn, moest dat echt op Ben & Jerry ijs zijn. Ja, want het was echt, allee, mijn eerste hap vond ik lekker, maar daarna niet meer. Ben & Jerry is echt nog duizend keer beter dan dat. Ja, dus dan geef ik liever 5 euro uit aan Ben & Jerry. Yes, baby! Sorry! Alright, I'm wearing this beautiful color. Van Karen Dana haar nieuwe collectie. Yes, baby. En een trui van de H&M. Nice. En schoenen. Van galleries. Ik heb mijn outfit aan die we gisteren, die ik besteld heb op Zalando en die we gisteren open gedaan hebben. Kiri kiri. En mijn pink Pumas. En Jolen. All black. All black. Like my soul. Like your soul. We zijn de colorful. Nee. We zijn de dark side of her life en zij is de colorful side of our lives. Ja, yeah. Wij vullen gewoon de trinnies aan. Ja, yeah, that's why we are trinnies. Yes. We iets gaan drinken. Ja, voor even al de deeg dat in onze keel zit. Ja, ik heb echt zo. Ik voel me echt dik nu. Ja, ik ook. Ik niet, want ik ga nog een wafel eten. Oké, dus Nina daar. Dus we gaan nu stappen en oh my god, zoveel wind. Wow, al die wind. Allee, snap je? Sweet by my camera. Thanks bro! De wind zou ook net doen. Moet je niet op de camera? Maar gaan we, Jolen? Want jij weet de plekjes. Wel. In de zon is los en het maafel. Nee, ik denk dat we naar de vrijdagsmarkt gaan en daar iets gaan drinken op het terrasje. Omdat het nu wel mooi weer is en we moeten nog wel een beetje van niet nemen. Ja, want het is vaak gedonnen weer. Ja, want het weekend gaat weer 0 graden zijn en gaat weer sneeuwen. Jawel, en dan naar daar. Oh. Know your city, girl. Know your city. You have to say it. You have to say it. Waar gaan we zitten, guys? Daar is er wel iets met dat tentje door boven. Niet in het zonnetje zo? Ja. Huh? Ja. Dat is daar. That place. Yes, met de tent op. Met de tent. Dat vind ik een keis voor de zaak. Welke? Oh, oh. Ja, ja, Paul. Ja. Paul is daar, hè. En even daar ook eten. Maar is dat geen bakkerij? Ja, dat is een bakkerij. Je kunt daar buiten taartjes eten. En koekje en ja, dan beter dan. Dat lekker gezellig. Het ziet er echt wel een gezellig plekje uit, hè? Daar? Let's go there, yes. Dan gaan we vragen hoe we hier zitten of ik zo ernaast ga, er is gelijk meer zon. Daar dan gaan we gaan zingen. Gaan zingen om de pretty rain. Yes. Oké, we hebben een klein beetje geshopt. Ja. We hebben een klein beetje geshopt. Ja. En ik denk dat jullie mij slecht gaan horen. Want ze zijn hier aan het werken. En we gaan nu vlug oversteken. En die laat ons niet door, little bitch. We zijn nu voorbij de kouter en we gaan in de Brabant dan. Jolene! Ja.
En we gaan naar reis. Ja. En het was super leuk, het was super gezellig. Maar zoals we, ja, zoals we dus zeiden, was de cookie bar niet wat we verwacht hadden. It was a one night stand. Ja, it was a one night stand. Ik heb lippenstift aan van MAC en ik ga die bestellen. I think it's pretty. En nu gaan we dus naar huis. En ik ga jullie ook tonen wat ik gekocht heb. Maar dat is voor straks als ik thuis ben. Dus see you! Hoi! Hoi! Oké, ik ben terug thuis en ik ben super moe van in de stad te wandelen. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik word de laatste tijd echt snel moe. Echt super, hè? Maar ik ga jullie wel tonen wat ik gekocht heb. Ik ben naar de Primark geweest. Binnenkomen hing er daar een blouseje. En ik zocht dat eigenlijk al lang, zo meer hemdstijlachtig. En het is, ik vind het eigenlijk echt wel nog leuk. Dus het is echt zo blouchesvorm, maar op de mouwen kan je zo ja, oprollen. En ja, ik heb wel een maatje 40 omdat ik dat mooi vind als dat oversized is. Voor maar 13 euro. Het is zo wat nonchalanter en leuk op een leuke jeansbroek of een witte broek. Of, ja. En dan, of course, Lush. Daar kon ik niet zonder iets naar binnen gaan. En ik heb eentje gekocht. En guess what? Ik heb de Think Pink. De nieuwe met superveel glitter. Het is echt wel een mooie ook. Het is een roze. En ik zal die wel nog eens tonen, want ik ga hem nu niet open doen. Dus deze ga ik echt zo hard van genieten. En dan heb ik er ook een staaltje bij gekregen. En dat is shampoo. Dus dat ga ik ook zeker eens gebruiken, want het ziet er wel goed uit. Ik hoop dat jullie de vlog van vandaag leuk vonden. Dat jullie zeker thumbs up doen en liken en subscriben. Onder de video en volg zeker Casual Chic by Virginie op Instagram en Facebook. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Bye!